Het medium Jomanda heeft gisteren in het dorp Kerk-Avezaath bij Tiel flink wat bezoekers getrokken. Ruim 200 mensen kwamen naar de healing van het medium in de sporthal van het dorp. De vooraf gevreesde parkeeroverlast bleef achterwege. Of, zoals Jomanda het zelf vertolkte, van bovenaf is het goed gestuurd. Het is de eerste keer sinds haar vertrek uit Tiel dat Jomanda terugkeert in de omgeving waar het allemaal ooit is begonnen. Al ruim voor het begin van de healing stromen de mensen binnen. Het kleine sportzaaltje van het dorpshuis in Kerk-Avezaath is snel gevuld. We zijn altijd van de vroegste, dan hebben we goed plaats. En we vinden het zalig dat ze weer terug is hier. Want Valkenburg is een beetje ver, hè? Gingen u daar wel naartoe? Af en toe, ja. Ja, we gingen er wel naartoe, ja. Maar nu weer terug in de buurt? Nou, weer terug in de buurt. Oh, het is een geschenk uit de hemel. Ik vind het altijd leuk me even voor te bereiden. Ik vind het heel mooi werk. En ik moet ook zeggen, ik ben heel veel genezen. Hoe moet u zich dan voorbereiden? Nou ja, dan ga ik een beetje bidden. En dan danken de goddelijke wereld voor veel zegeningen. En vooral in deze tijd. We zijn ontzettend blij dat ze hier in Tiel weer is. We zijn er heel gelukkig mee. Maar een heel klein zaaltje nog, hè? Jammer. Ik wou zo graag dat er nog heel veel mensen... Maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn die het nog niet weten. Om precies 1 uur start de healing. Vooraf is gevreesd voor grote overlast in het kleine dorp. Maar die blijft beperkt. De bezoekers vinden snel en gemakkelijk een parkeerplaats. Jomanda heeft er wel een verklaring voor. Ik dacht dat het nog drukker zou zijn, maar ik heb altijd zoiets van... de regie ligt in een andere wereld, dus ze laten echt niet dingen uit de hand lopen. Dus ik denk dat het oké is en iedere 14 dagen denk ik dat het leuk is, dit aantal. Ja, nu is er heel erg angst voor parkeeroverlast voor heel veel mensen die Kerk-Avezaath overlopen. Wat gaat u daarmee doen? Nou, ik denk niet dat dat uit de hand gaat lopen nogmaals. Ik denk dat er ook genoeg ruimte is rondom. Het is natuurlijk niet midden in Tiel. Er zijn natuurlijk wel uitwijkmogelijkheden, heb ik gehoord. Dus ik denk dat dat wel... goed gaat. De meeste bezoekers zijn trouwe aanhangers van het medium. Mensen weten precies wat hen te wachten staat. Het moment dat je iemand ziet die nog in leven is en waar je een ruzie mee hebt, dan weet je dat de andere wereld via mediumschap op dit moment tegen jou wil zeggen: kom op, het is dus heel belangrijk om harmonie te hebben. Dus geen ruzie. We gaan voor vrede. De sessie duurt 2 uur. En na afloop komen de bezoekers opgetogen en blij naar buiten. Ik heb het al vaker mogen meemaken. Ja, het voelt gewoon altijd hartstikke goed. Een stukje liefde voel je, rust, ontspanning. Vanaf nu is Jomanda 2 keer per maand in Kerk-Avezaath om geïnteresseerde mensen te healen.